Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik mijn haar blauw verven. Ik weet niet, ik werd vanmorgen wakker en ik voelde gewoon ineens van... Ja, ik ben gewoon even toe aan something new, something fresh, something different. En vandaag gaan we ervoor. Blauwig paarse gaat het worden, een beetje icy. Ik ben heel benieuwd, maar ja, eerst moeten we natuurlijk het roze uitkrijgen. En ik ga jullie laten zien hoe ik dat ga doen. En daarna natuurlijk het vervingsproces, dus keep on watching. Nou, zoals je ziet ben ik nu in de badkamer en ik ga dus eerst proberen dit roze eruit te krijgen. En waar ga ik dat nou mee proberen? Nou, met Head & Shoulders. Die is vrij voor de hand liggend. Hè, we weten allemaal dat dit een fucking agressieve shampoo... Ah, niet schelden, niet schelden. Het is heel agressief. Die gaat heel veel pigmenten uitkrijgen, maar dan nu... A secret a lot of people don't know is, was je haar met drift? It will take everything out of your hair, promise me. Dus eerst ga ik wassen met Head & Shoulders, daarna met drift. En dan hoop ik dat a lot of pigment out of my hair is vertrokken met de noorderzon. Nou, ik heb het dus gewassen. Ik ben heel benieuwd of er veel was uitgegaan. Ik heb letterlijk gewoon volgens mij 4 of 5 keer met Head & Shoulders gewassen. En 2 keer met drift. Gewoon very, 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 very beschadigend voor mijn haar. Maar ja. Die mooi wil zijn, die is straks kaal. Want ik vond nog steeds erg roze mijn haar in de douche. Dus ik hoop als ik het straks ga drogen dat de kleur licht genoeg is om iets anders overheen te doen. En anders ben ik gewoon gedoemd. As you can see, er zit nog wel erg veel roze in. Dus ik ga het even drogen en dan even aanzien of het werkbaar genoeg is. Nou, zoals je kan zien is wel veel roze uitgegaan, maar er zit ook nog wel erg veel roze in. Dus het is wel een beetje een twijfelgevalletje. Maar ik denk dat ik het wel gewoon erop ga wagen. Oké, wat ik gedaan heb is, ik heb de paarse Colorista van L'Oreal gemengd met conditioner. Dit had ik thuis nog en ik denk dat paars toch iets beter over roze gaat dan blauw. Maar ik ga wel het blauw er ook bij toevoegen en nog wat conditioner. Ik denk dat het toch wat meer paars gaat worden en ik had toen al de voorste plukjes om mijn haar paars geverfd. En dat pakte heel goed, dus misschien is het ook beter om nu eerst naar paars te gaan en dat een beetje dan uit te laten wassen en dan blauw eroverheen te doen. Omdat in paars zitten ook een aantal zelfde pigmenten als in roze en in blauw zitten dan weer hetzelfde pigment als paars. Dus ik denk dit is een goed plan. Dit is nu het verf wat ik gemaakt heb. Dus wel vrij paars. Maar ik ga het gewoon indoen en ik zie het wel. Hoe ik het eigenlijk doe is, ik zet elke keer een stuk haar vast. Zodat ik in kleine stukjes kan werken. Dus elke keer pak ik wat haar erbij. Zodat het op elke laag even goed in mijn haar zit. Here we go. Nou, al het blauwe paarse verf zit erin. En ik ga het nu uitspoelen. Ik ben echt heel benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Nou, net in de douche. Ik ben me rot geschrokken, joh. Ik denk, wat de fuck, het was echt zo fel blauw. Ik dacht, oh god, hoe kan dit? Maar ja, die pigmenten zijn heel sterk. Ik had het kunnen weten, alleen het verschilt zo erg per welke direction verf je hebt. De een moet je er superveel bij doen om iets te zien en de ander een paar druppjes en het wordt fucking fel. Dus ik ga het nu drogen en ik hoop dat het mooi is, want volgens mij is het ook redelijk vlekkerig. De ene pluk paars, de andere pluk blauw. We gaan het zien. Nou, het is droog en zo ziet het uit. Van de voorkant ziet het er wel tof uit, maar van de achterkant, ik weet niet of het kan zien in de spiegel. Bim. Echt zo'n vlek gewoon, omdat daar was het natuurlijk ook nog het meest roze. Dus die is ook het meest paars uitgevallen. Maar ik dacht, ik ga nu even de krultang aan de lade leggen. En dan ga ik mijn haar krullen, want dan is het wel leuk, denk ik, dat je zo die verschillende kleuren hebt. Dus that's what I'm doing now. Alright, dit is het uiteindelijke resultaat. Ik vind het best wel leuk geworden. Nu heb ik nog steeds wel een beetje hier dat het wat paars-roze is. Maar nu ik het krul zit minder storend, binnenkort zal ik het ook even opnieuw weer verven. Bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke video? Vergeet dan zeker geen duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal hieronder. En tot de volgende keer. Doei doei!